Zalland Sport, nabeschouwing. Paul Simonis, je had vast een ander scenario in je hoofd vanmorgen. Ja, zeker. Ja, nee, je hebt geanalyseerd, je hebt een plan gemaakt. En je hoopt dat dat dan beter uitpakt dan hoe het uiteindelijk loopt. En een beetje ongelukkig ook hoe dat uiteindelijk allemaal valt. Ja, als je naar de eerste helft kijkt, gebeurt er niet zoveel. Je geeft één kans weg van het opbouwen, hè, een fout die we hebben. Ja, ja. Maar je creëert zelf drie hele goede kansen? Nee, zeker. Dus vanuit open spel met corners. Dus dat ziet er gewoon hartstikke goed uit. Alleen ja, je moet jezelf belonen. Als je dat niet doet, dan kan dit gebeuren. Ja. En dat is doodzonde. Ja, tweede helft begin je dan redelijk wat fitter nadat je eigenlijk... Het leek wel of die wedstrijd helemaal doodviel aan het einde van de eerste helft. Ja, dat klopt. Ja, ik denk ook wel dat dat te maken had met... zij hoefde niet zo snel nodig. We kwamen er moeilijk doorheen, maar we wilden ook niet te veel risico nemen. Wij hadden, dat deden we een aantal keer goed, hebben ze ook nog laten zien in de rust, dat ze de bal van links naar rechts verplaatsten. Maar een aantal keren bleven ze ook te lang op één kant. Mm-hmm. En eigenlijk als je de tweede helft kijkt hoe we begonnen, dat was heel behoorlijk. Kreeg je een hele grote kans met Mats, uit een geweldig open spel. Ja, en dan uit het niets scoren zij eigenlijk die 1-0. Ja. En daar verdedigen wij niet goed hoor, dus daar moeten we ook gewoon heel realistisch en eerlijk in zijn. Ja, en dan vlak daarna die 2-0. Dat is wel heel effectief, hè? Super effectief. Twee kansen, ja. Twee goals. Ja, ja. Dus goed, dat is een goede les voor ons. Kun je een beetje jaloers naar kijken, denk ik. Jaloers. Ja, nou ja, het feit dat jullie wel de kansen hebben en betere spel en gewoon het deksel op de neus krijgen. Ja. Nee, dat is zeer frustrerend vooral. Ja, jaloers. Dat is een ander woord. Ja, dat gaat te ver. Dat gaat te ver. Maar okay. Frustrerend is het wel, zeker. Ja. Want ik proef een beetje een tendentie, ik wil niet negatief doen, maar je hebt drie wedstrijden. Bij de drie wedstrijden misschien wel regelmatig de betere, de beste kansen. En dan toch met lege handen staan. Ga je bij Bosveld aankloppen? Of zoek je die eerst bij je eigen team? Nee, zeker niet bij Bosveld. En kijk, wat je zegt is terecht. We hebben drie wedstrijden gespeeld waarin je eigenlijk, ik denk, een voldoende scoort. Ja. Als teamprestatie. Niet als prestatie, maar als veldspel. Okay. En maar toch de resultaten die zijn niet positief. En daar moeten we kritisch op zijn. Maar goed, we weten ook dat er heel veel is gebeurd in de selectie. En we zijn ons weer aan het herformeren. En dat heeft wat meer tijd nodig dan we allemaal hadden gehoopt. Je vertelde voorafgaand in de voorbereiding zeg maar van ik ga niet zoveel veranderen aan het spel van Haken. Maar ondertussen ben je natuurlijk best wel heel veel kernspelers uit dat team van vorig jaar kwijt. Hè, ben jij nu langzaam maar zeker jouw idee van voetbal dan aan het integreren in het elftal? Ja, je kijkt altijd naar de tegenstander wat hij doet. Dus we hadden daar ook weer accenten in gelegd. We hadden hun verwacht met 5. Speelde eigenlijk uiteindelijk gewoon met 4 achterop. Ja, dus ja. Dat was anders dan wat we hadden verwacht. Ze hadden in de voorbereiding bijna alleen maar met 5 gespeeld. Dus goed, dat maakt niet uit verder. En tuurlijk, ja, dat heb ik ook al eerder gezegd. Kijk, die jongens heb ik gewoon hartstikke goed gedaan vorig jaar. En daar wil je op voortborduren. Natuurlijk hebben we hier en daar wat aanpassingen gemaakt die een andere coach misschien anders zou invullen. Met het doel om die wedstrijd te winnen en zo goed mogelijk in te gaan. Ja, en dat heeft tot nu toe nog niet goed uitgepakt. Ja. Maar daar blijven we aan werken en hopelijk valt het snel onze kant op. 34 wedstrijden, hè? Ja, zo is het ook. Zo is het ook. Zo is het ook. Ja, zeker. Succes in Tilburg volgende week. Ja, dankjewel. Mats Deyl, opening van het seizoen. 0-2 verloren Fortuna. Wat ging er mis vandaag? Diezelfde vraag stelde Wouter ook. Ik denk dat er aan twee dingen ligt vandaag. Zelfde kansen niet afmaken en... De goals te makkelijk weggeven is denk ik een duidelijk verhaal. Als ik dan de wedstrijden van Brambergen erbij pak, dan lijkt het overal wel een beetje hetzelfde uit te komen. Of ben ik nou te negatief? Nee, dan ben je niet te negatief. Ik denk, hij zei het net ook, in 3 wedstrijden heb je 1 goal gemaakt. Terwijl je echt wel veel kans hebt gecreëerd en ook mogelijkheden om te scoren. Dus dat is iets waar we naar moeten kijken. Je kan het je niet permitteren om kansen te missen. Niet op Europees niveau, zeker niet op Eredivisie niveau. Moet je gewoon klinischer zijn voor de goal. Die kans moet er gewoon in. Ik denk dat het ook lekker is voor de aanval. Als zij een keer even een goal maken. Ja. Weet je, en ook een last van hun schouders af. Ja, ja, ja. Dat gun je ze ook zo. Dus ik heb er vertrouwen in dat wel gaat komen. En dan hoop ik als ze eenmaal los zijn dat ze echt goed los zijn.
die ketchupflaps en die druppels, zeg maar. Ja. Daar gokken we op. En ik krijg wel 2 tegengoals tegen waarvan ik dacht, van dat had ook niet gehoeven. Nee, dat zeg ik. Dat is veel te makkelijk. Ja, we moeten eigenlijk, dat hadden we vorig jaar ook, konden we heel goed vanuit de nul spelen. Heel goed laag blok. Omschakeling heel goed, dat je snel voor de goal goed staat. En dat moet ook dit jaar gewoon weer een kracht zijn. En ja, eerst had ik het gevoel dat het heel goed stond. Weinig tot geen kansen weggeven. Inderdaad, ja. En dan de tweede helft geef je ja, te makkelijk die goals weg. Waarbij en de positie of de bezetting voor de goal bij die tweede niet goed is. En bij de eerste goal de bezetting op de 16 meter niet goed is. Dus dat mag ons gewoon niet overkomen. Stonden jullie dan te diep bij die eerste goal bijvoorbeeld? Te ver naar achter, ja? Bedoel je? Ja, ik moet het nog terugzien. Ik weet het niet precies. Maar ik snap wel dat wij als laatste lijn natuurlijk terugvallen als er een voorzet is. Mm. Ik weet niet waar de aanvallers stonden, waar het middenveld stond. Dus ja, dat moet ik nog even terugzien. Nee, okay. Maar, ja. Twee keer via jouw kant. Vond dat ongemakkelijk? Nee hoor, nee. Voorzet? Nee, ja. Het is, ik probeer graag alle voorzetten eruit te halen. Maar zo werkt het, simpelweg niet. Nee, voorzetten... is altijd mooi, dat zeggen trainers ook wel eens, voorzet eruit halen, maar zo werkt het niet. Ja, lekker makkelijk. De bezetting voor de goal moet gewoon goed zijn en ja, die was in 2 gevallen zeker niet goed, dus dat is iets waar we goed naar moeten kijken. Ik kreeg ook nog 2 beste kansen trouwens. 1-1 in de 55e minuut, net ja. Geen buitenspel of net wel buitenspel? Ja, geen idee. Ik voelde dat de keeper snel uitkwam, dus ik moest snel handelen. Ik denk dat hij me goed pakt. In die tweede daar moet je een beetje geluk bij hebben. Viel helaas net niet binnen, maar als hij er dan niet in gaat, moet je in ieder geval zorgen dat je ze niet tegenkrijgt. En nogmaals, ja, dat was gewoon te makkelijk, de manier waarop we die goals tegenkregen. En dan heel frustrerend dat ze alles eraan doen om de wedstrijd maar te temporiseren. Ja, en is een goed recht. Hè. Ik denk dat wij hetzelfde hadden gedaan als wij 2-0 voor stonden. Dus, en ik geloof dat er 9 minuten bij kwamen, 8 of 9 minuten. Dus ja. In die zin heeft de scheidsrechter dat ook goed gedaan. We hadden genoeg tijd om iets te forceren, maar dat zat er niet in. Nee, zat er niet in. Mis je een beetje stootkracht, ja, dan ga je lange ballen spelen, een beetje vanaf de zijkant. Maar ze hebben natuurlijk ook wel grote, lange jongens achterin staan. Dus nee, dat was moeizaam. En kom je niet echt tot grote kansen. En dan mis je misschien ook een beetje het geloof. Dan denk ik, kom op jongens, kan nog. Maar nee, zat er niet in. Dat gevoel had ik dus ook op het eind. Ik dacht van, waarom niet op het team? Ja, dat miste ik ook een beetje. Een beetje die wat opportunistischer geloof erin. Maar ja, ik weet het niet. Misschien was het de hitte. Misschien waren jongens een beetje moe. Maar nee, ik had op een gegeven moment had ik niet meer het gevoel dat hij ging vallen. Terwijl je toch hoopt van met een beetje geluk, kom op, kan nog. Maar nee, het zat er niet in. En vandaag ook afscheid van Kees Vierhouten in de 51e minuut. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, heel mooi. Ik denk wederom een waardig afscheid. We hebben natuurlijk al... afgelopen maanden, het is alweer een tijdje geleden. Ja, snel, hè? Ja, gaat heel snel. Meerdere malen stilgestaan bij het overlijden. Ik denk op deze manier met supporters erbij. Ja, wederom heel mooi. Ik denk dat de familie, en ik hoop dat de familie het heel mooi vond. Ik denk het wel. Het blijft natuurlijk... Het voelt ongelooflijk nog steeds, hè? Nog steeds, ja. Op 51-jarige leeftijd. Iemand die er eigenlijk altijd was. Het is vanzelfsprekend dat hij er was eigenlijk. Ja, ook al is het een tijd geleden, het blijft heel ongelooflijk inderdaad. Dat is het goede woord. Elvin Twicht, die eerste officiële wedstrijd in de Adelaarshorst. In de competitie dan wel te verstaan. Ja. Teleurstellende start, mag ik dat concluderen? Ja, heel erg teleurstellend. Wat ik zeg, ik had heel veel vertrouwen. Het team had heel veel vertrouwen naar deze wedstrijd toe. Goede week gedraaid. Natuurlijk 2 wedstrijden tegen Brand vooraf. Dus dan hoop je meer van je eerste wedstrijd zeg maar, in de competitie. Alhoewel ik denk dat we niet heel slecht begonnen, een paar kansen. Ik denk dat het best wel terecht had geweest als je op 1 of 2-0 kwam. 3 goede kansen hoor. Jawel hè, maar dat kom je uiteindelijk niet en dan krijg je ze gewoon te makkelijk tegen. En dan is die wedstrijd eigenlijk een beetje dood. Ja, al maakten zij hem ook wel dood na een pak een beetje 20 minuten in de eerste helft. Ja, het is niet aan mij om het spel van hun te bestuderen. Maar ik had af en toe wel het gevoel inderdaad dat of het kwam door de eerste wedstrijd dat de fitheid niet goed was. Maar ik vond wel dat ze de wedstrijd aardig doodmaakten met krampgevallen. En dat helpt ook niet mee. Maar wij mogen ook niet in die situatie komen dat gaat spelen. Dus wij moeten het veel eerder beslissen. Hoe gaat het met jou op het middenveld? Kun je de chemie een beetje vinden? Natuurlijk is het een beetje wennen aan elkaar. Ja. Ik zit er nu denk ik 2 weken, 2,5 weken. Dus het gaat al veel beter dan de eerste paar trainingen. Dus je merkt wel dat het verbetert. Afspraken zijn ook wel duidelijk, dat helpt ook wel mee.
om snel die klik te vinden. Dus ja, ik denk dat het nog... het is een klein beetje wennen nog aan elkaar, maar over het algemeen gaat het hartstikke goed, denk ik. In het aspect van communicatie en samenwerken. Dus. Als je kijkt naar jouw kwaliteiten, hoe je speelt ook bij Volendam. Moet je je dan hierop aanpassen of moet het team nog een beetje aan jou wennen? Nee, ik denk niet dat ik me hoef aan te passen. Bij Volendam hadden we natuurlijk over het algemeen wat minder de bal. Hier is de bedoeling dat we wat meer de bal hebben en dat merk je ook wel. En ja, dan merk ik wel dat mijn kwaliteiten iets meer naar boven komen als we de bal hebben. Ja. Dus nee, het is niet echt aanpassen eigenlijk. Ik heb het hartstikke naar mijn zin. En het team is hartstikke leuk. Trainen is hartstikke goed. Dus de kwaliteit hier is heel hoog. Ja, het is wel een beste overgang dan in één keer. Hè? Hoe heb je ze een beetje snel kunnen wennen in Deventer? Het was zeker snel. Ik was op trainingskamp met Volendam en een dag later... Toen had ik hier mijn contract getekend en die donderdag daarna speelde ik al Conference League, terwijl ik net gedegradeerd was met Volendam. Dus dat is af en toe een beetje gek, maar ja, je zit zo in die sleur dat je eigenlijk gewoon erin meegaat. Besef je het wel dan? Nee, ja, eigenlijk nog niet echt. Dat je hier staat en... Nee, er is ook weinig tijd om te beseffen, moet ik zeggen. Het is nu gewoon focus op weer die volgende wedstrijd. Af en toe besef je wel van dat het hartstikke leuk is, hoe het is gegaan, hartstikke mooi. Maar ja, dat gaat ook weer snel weg in focus. Even nog terug naar die wedstrijd. Even galm nog door mijn hoofd heen dat jij zei, we geven ze te makkelijk weg, die goals. Ja. Ja, nee, eens. Ik denk dat we het grote gedeelte van de wedstrijd gewoon de bovenhand hebben. Ja. Dat we misschien bij die 1-0 iets te laag komen op het veld. Ik denk fase van 5 minuten waarin we best wel laag staan, maar ik heb hem niet helemaal goed voor me. Uiteindelijk komt die bal bij die buiten spelen en gaat hij bij mij buiten om, legt hij hem terug. Volgens mij kapt hij nog iemand uit op de 6 en schiet hem binnen volgens mij. Dus ja, dat zijn wel de doelpunten die wel te voorkomen zijn. En die 2-0, dat is dan een voorzet die precies ertussenin valt. Dat moet dan weer zo zijn dat hij er net tussenin valt, maar dat moet natuurlijk ook beter. Ja. Als je dan terugkijkt op je prestatie vandaag? Overal wel een oké gevoel, maar ik weet dat er veel meer in zit en dat ik veel beter kan. Dus laten we daarvoor gaan volgende keer. Het is geen sprint, maar het is een marathon, hè? Ja, zo zeggen ze het, hè? Ja, klopt. Nee, dus volgende week Willem 2, dus focus daarop. Op de hoogte blijven van de prestaties van jouw favoriete sportvereniging of team? Luister dan naar Salland Sport.